Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we boven Frankrijk en Engeland dikke plukken bewolking, terwijl Nederland bijna wolkenvrij is. We hebben vanmiddag dus stralend zonnig weer, maar die bewolking vanuit het zuiden die komt er vanavond aan en die brengt regen en onweer. Kunnen zware buien zijn met hagel en windstoten en lokaal kan in twee uur tijd behoorlijk wat neerslag vallen. De buien vertrekken dan in de loop van de nacht uit het land, dan klaart het op en daalt de temperatuur tot 15 graden en de hete lucht van vandaag is dan verdreven. Morgen wordt het daarom geen 30 graden meer zoals vandaag in het zuiden van het land, maar 22 tot 24 graden. Het is verder prima weer met zonnige perioden en amper een bui, de windwaarde uit het zuidwesten met windkracht 2 tot 4. Na morgen gaat de temperatuur weer rap omhoog. Vrijdag komen er in de loop van de dag flinke perioden met zon en in het zuiden stijgt het klink naar 28 graden, op de Wadden wordt het 25 graden zaterdag wordt op veel plaatsen meer dan 30 graden zondag ik misschien zelfs 35 graden en dat alles bij volop zon ik ben michiel severin van weerplaatsen.nl